Hallo allemaal, mijn naam is Solange en onwijs leuk dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben onderweg naar de training. Aankomende vrijdag hebben we geen competitiewedstrijd in verband met Interlands. Welkom bij de battle tussen Lianne en Philly. Zij gaan elkaar onder vuur nemen door elkaar hele pittige vragen te stellen. Ik heb er zin in, jullie ook meiden. Welke teamgenoot loopt het meest langs de spiegel? Ik denk Sharona. Sharona heeft langs haar van ons allemaal. Ze is er lang mee bezig, helemaal op jou gaat erin. Ja, maar echt. Ik snap ook niet hoe ze dat voor elkaar krijgt. Wie danst er het meest in de kleedkamer? Dat is eigenlijk heel idee. Erg duidelijk, Shara. En Jolien ook en al. En Jolien al samen voor solo, dans ook wel eens. Welke teamgenoot kan het slechts omgaan met verlies? Nee, dat denk jij misschien wel. Jij wel al echt... Ik loop altijd super chagrijnig het veld af. Ja. En ook heel chagrijnig ga je naar moeder toe. Ik denk jij. Wie heeft er het meeste fanaccounts? Solange en Shara, denk ik. Denk ik mee. Welke teamgenoot zou jij mee op een onbewoond eiland willen zitten? Sowieso Nina. Ja. Nina werkt in die groente- en fruitbranche. Je weet alles van die plantjes, ja, alles van die fruit. Dan ga je tenminste niet dood aan een vergiftiging of zo. Nee, nou, dat bedoel ik. Ik zou me sowieso met Nina. Wie zou de handschoenen aantrekken als de keepers niet inzetbaar zijn? Jij. Vinnie heeft een keer een soort van challenge gedaan met keeper Sophie. En toen won ze. Een bal gehouden. Ja. Welke teamgenoot blijft altijd positief als sta je met 5-0 achter? Nadine. Die blijft heel hard werken. Blijft iedereen wel op dezelfde ja, manier. Dat bedoel ik. Niet in de zin van coachen, maar die blijft wel positief als in hoe ze speelt. Wil je even een camera voor u? Fobie? Ja. Nou, op zich. Ja, wie is er nog niet geweest? Die. Of die wordt niet gevraagd. Oké, ik ben alleen een camera. Jij hebt een camerafobie, maar je zit er wel. Dus even applaus. Welke teamgenoot heeft de meest aanstekelijke lach? Joska, 100%. Joska heeft echt zo'n goede lach. Ik vind altijd als zij kan lachen, moet ik echt jij mee lachen. Ja, maar dus, ik ben een stik soort van hal. Het is echt heel schattig. Tegen wie zijn jullie niet op de training? Misschien niet, ja, omdat je dan tegen een muur aanloopt. Mm-hmm. Zover. Ik ga de winnaars bekendmaken van de winactie. De keepershandschoenen van Isa Pothof zijn gewonnen door Bo van der Bos. De voetbalschoenen van Selena Balp zijn gewonnen door Jessie Riethoff. En de hardloopschoenen van onze hoofdtrainer, namelijk Sanne Luiten, zijn gewonnen door Winessa, laatstreepje Dianne. Alle drie van harte gefeliciteerd. Ik wil jullie vragen om contact op te nemen met Excelsior Barendrecht Vrouwen. Dat kan via Facebook, maar ook via Instagram. Veel plezier ermee, doei!